Welkom bij Pessel en Bonen. Welkom in Dito. Zo, Paulus, nou, daar zitten we dan weer. Hè? Een illusiearmer en eigenlijk toch iets gezien waar we eigenlijk al de hele week bang voor waren. Hè? Nou ja, Ab, we hebben het nu al 3-4 weken aangehaald. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit was wel de slechtste Utrecht-Ajax die ik sinds jaren gezien heb. Ja, het was... Het is allemaal gelaten. Alles loopt maar terug, hè? En als je ook ziet dat die Dos na 6 minuten, die Alvarez, die komt erin met zijn elleboog. Die jongen die moest 3 minuten bijgelapt worden. Had dat voor Jan Wouters geweest? Dat had zeker voor Jan Wouters iets moois geweest, want die had hem eventjes geholpen. Ja. Maar hij heeft 5-6 keer van dat soort tikken uit kunnen delen. Zelf, als hij iets geraakt wordt, legt hij bijna of dat hij doodgaat. En dat is wel een beetje op dit moment de frustratie die bij Utrecht zit. Wij hebben geen één speler die dat dan even recht zet. Nou ja, weet je wat ik ook vind, hè? En, ik weet nog goed, hè, toen we Ten Haag kregen, misschien dat je nog kende, hadden we 4 wedstrijden en het was 5 keer niks. En toen kregen we de wedstrijd tegen Vitesse, nou, dan moest het gebeuren. Ja. En Ten Haag had een systeem in zijn hoofd waar niemand wat van snapte. Maar goed, ik werkte natuurlijk met Ten Haag en die zei tegen mij, ik ga of het overwinnen met mijn systeem, of ik ga onder met mijn systeem. Maar deze trainer, die ik zou niet zeggen per wedstrijd, per 30 minuten. Nou ja, weet je, even daarop inhakend, Ab. Je hebt natuurlijk toen onder Ten Hag met die wedstrijd Utrecht-Vitesse thuis, die wonnen we met 3-0. Aankomende week hebben we Fortuna, die week erop hebben we weer Utrecht-Vitesse. Gelukkig dus twee ploegen die in hetzelfde vaarwater zitten. Dus misschien, voor vrezen, eindelijk eens een keertje om alles op de rit neer te zetten. En met deze selectie te gaan voetballen. Wat hij uiteindelijk in zijn selectie heeft. Ja. En dat is geen 5-3-2. Nee, maar dat maakt me nog niet eens zoveel uit. Als hij dat systeem ziet zitten, wij zien het beide niet zitten. Nee. Maar hij gooit het wel heel makkelijk, gooit hij het aan de kant. Jawel, oké. Maar als we nu kijken, zo groot onze selectie is, hè, mooie selectie, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Daar zit best van alles in. Maar ook eigenlijk weer net van iets te weinig. Ja, ja, als wij DOS willen bereiken, zouden we toch met buitenspelers moeten gaan spelen. Ja. Nu hoorde ik dat Maeda vanmiddag ook nog erbij gaat komen. Of misschien morgen. En dus dan hebben we in ieder geval iemand die voorzetten op DOS kan gaan geven. Maar vanaf de linkerkant hebben we niemand dat. Maar dat vind ik ook. Kijk, laten we nou eerlijk wezen. Hè. Kijk, dat we van die Amsterdammers verliezen. Ik vind het heel vervelend. Maar dat zijn nederlagen die calculeren we in. Maar het is vanaf moment 1 geen wedstrijd. Nee, maar het is allemaal te gelaten. Ja. Het is, natuurlijk weet je dat Ajax veel beter is dan ons. Ja. Maar zet de strijd tegenover en passies. Helemaal niets. Helemaal niets. Je kon het ook merken, hè, want de vonk sloeg ook niet over naar het publiek. Wanneer hebben wij nou in Utrecht Ajax zitten kijken? Waar 90 minuten niet één schot op de goal is gelost op Pasveer. Weet jij dat wij, ik zag vanmorgen in de statistieken, dat wij in de Eredivisie de minste schoten op het goal hebben? Ja, maar ja, dat zegt ook genoeg. Ja, maar dat is ook logisch. Wij spelen om te verdedigen. Ja. Aanvallend doen we bijna helemaal niks al. Nee, en het publiek kwam er ook niet achter. Nee. Je hoorde eigenlijk alleen maar die Amsterdammers hoorde je eigenlijk. Nou ja, weet je, we hadden na een minuut of even kijken, net dat Bos Dos geblesseerd was geweest, hadden we even een goede aanval over rechts. Toen werd Blind weggelopen door Sila. Is trouwens zijn enige goede actie in de hele wedstrijd geweest. Ja. En toen gaf hij eigenlijk een heel slap voorzetje. Dat was de enige kans waar wij zeg maar voor gingen. Ik heb geen één goede voorzet gezien. Ik denk bij mezelf, ga nou eens. Het zal toch niet zo moeilijk zijn. Ja, nogmaals, ik heb hem nooit kennen voetballen. Maar een bal van, wat is het, een half veld, wat zou het zijn, hoeveel meter? 30? Is het nou zo moeilijk om over 30 meter een bal, in ieder geval, dat hij een beetje in de buurt van heel eerlijk komt? Het meest makkelijke voetbal is het meest moeilijke. Ja. En dat is heel schrikscherend, maar het is wel zo. Simpel voetballen is voor de meeste voetballers het moeilijkste wat er is. Ja, en hij is helemaal gek van die Bouchiet, maar hij van mij betreft krijgt hij een één voor het aan- en uitkleden. Je zag gisteren, toen hij eruit ging en Boet erin kwam, dat er in ieder geval meer snelheid. En Boet is een voetballer die vooruit voetbalt. Ja. Bouchiet gaat iedere keer naar achteren. Ja, ja, ja. En ik vond, Torenstraatje, gisteren kon je toch wel merken dat we daar weer eindelijk een speler hebben die wel volgaat. Wat ik heel jammer vind, is dat we Brouwer op dit moment helemaal verkeerd gebruiken. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk niet twee dezelfde soorten spelen. Ja, maar die moeten we. Brouwer is zeg maar toch wel een veel diepgaande speler, makkelijk scoren. Onze Turk zat er niet eens bij, hè? Van de corners. Maar hij zat ook niet op de reservebank, dus ik denk dat hij geblesseerd is geweest. Vind ik trouwens ook een echte rasvoetballertje.
Ja, maar mooiste corner. We moeten nu natuurlijk toch wel een keertje naar vaste patronen toe. Al. Ja, dat lijkt mij wel. En wat ik al zei, volgens mij vraagt de Utrecht supporter niet zoveel. He, die willen passie, die willen strijd. En kijk, ik heb ook al het hele seizoen het idee dat FC Utrecht naar iets aan het groeien is wat helemaal niet bij Utrecht past. Je ziet wel in alle geledingen dat, ja, dat het bij Utrecht allemaal anders aan het gaan is. Ja. Je ziet eigenlijk de trouwe supporters beginnen te morren. Ja. Ook maar die onder voelen de, zich ook niet meer thuis. Hè? Ook onder de ouderen ik toch wel het moet heel, het idee. Ik denk dat ik ook voor jou praat. Hè. Het moet heel duidelijk zijn, hè, dat wij, net zoals ieder ander normaal denkend mens, soorten van racisme ten strengste veroordelen. Luister, zeker die oerwoudgeluiden. Laten we alsjeblieft niet zo'n club worden, net zoals Napoli. Wij hebben zelf ook donkere jongens voetballen, waar ik heel blij mee ben. En als ze scoren of goed spelen, dan sta ik daarvoor te juichen. Maar wat me daar tegenover weer heel erg irriteert, is dat het lijkt dat wij alleen maar hier nog de orde kunnen bewaren door stadionverboden uit te spreken. En ik vind dat een hele verkeerde gang, hoe wij omgaan met een groep hele trouwe supporters, in plaats, je weet wat hier tegen Cambuur bij mij is gebeurd. Ja. Ik heb met die groep gesproken, met die jongens, noem ze allemaal maar op. En het was, denk ik, gisteren tegen Ajax, was het een voorbeeld hoe je door goed samen te werken, goed te praten, het ook op de rit kan krijgen. Ja, maar en Utrecht, op dit moment, ik geloof dat ze 100 stadionverboden uitspreken. Ze hebben... Het is in mijn beleving de weg van de minste weerstand. Nee, maar dat is ook op dit moment gaande. Je moet met die jongens in gesprek blijven. Luister nou eens, waar zit bij hun nu uiteindelijk zeg maar, het onbegrip waar ze tegenaan lopen? Ik begreep dat er al 3 jaar aan hun beloofd is dat er een soort platformpje zou komen voor die... Nou ja, weet je, ik had het met Teun de Hartog er nog over. Inderdaad, 3 jaar geleden is dat al geopperd. Van joh, kunnen wij niet zo'n leuk podiumpje, net zoals bij Go Ahead en bij die andere ploeg. Dat willen die jongens. Ja, hij daar 3 jaar over moet doen. Ja, dat vind ik wel heel erg lang. Ik weet niet wat de grondslag daarvan is. Laat ik dat even vooropstellen. Maar ik vind wel dat duurt te lang. Ja. Dus het is, soms moet je wisselgeld inleveren om andere dingen te kunnen bereiken. Maar ik vind ook dat er met die groep gewoon eens een keertje een goed gesprek, stevig gesprek. Ja. Jongens, wat willen jullie? Wat willen wij? Welke kant gaan we met z'n allen op? Geen oerwoudgeluiden meer, alsjeblieft niet. Ik spreek die jongens heel veel. Dat zit ook helemaal niet zo in die jongens. Het is alleen maar een beetje frustratie. En het is heel slecht, we moeten dat ook veroordelen. Maar ga nou niet elke keer roepen. Nee. Het is een schande hoe onze supporters zich gedragen. Want de 99% van die supporters die doen het helemaal niet. Nee jongens, ga nou met die jongens. Nou, ga weet nou je, kijken het, hoe... Het allermooiste is het topjongens zijn. Als je kijkt naar onze historie. Het zijn allemaal trouwe supporters die altijd komen. Natuurlijk gebeuren er altijd wel dingetjes. Hè? Dat is in Utrecht natuurlijk altijd al zo geweest. Maar laten we inderdaad weer gewoon lekker met het voetbal bezig gaan. En teruggaan naar wat wij zijn nooit het netste jongetje van de klas geweest. En dat wil ik ook niet eens dat we dat worden. Teruggaan naar de basis. Utrecht is Utrecht. En stop nou met dat je elke keer maar je te vergelijken met AZ of zoiets. Nee, daar zijn we niet. Daar zitten we nog heel ver vanaf. Okay. Wij moeten gewoon Utrecht DNA, dat moet er weer gekomen. En het hoort bij die supporters ook. En ik moet wel zeggen, ook dat hangt natuurlijk wel van de resultaten af. We zien al 4 wedstrijden, geen echt Utrecht. We worden tegen Emmen weggespeeld, tegen Cambuur thuis weggespeeld. Tegen Ajax hebben we niks in te brengen. Dus nu gaat het erom. Aanstaande vrijdag, dan is de wedstrijd. Het is te gek voor woorden. We hebben het over een degradatiewedstrijd. Ja, Fortuna Utrecht. Had jij dat van tevoren kunnen bedenken? Dat hebben we tegen RKC hebben we dat al gezien. We hebben dat tegen Cambuur gezien. We hebben dat tegen Emmen gezien. En tegen Utrecht hebben wij laten zien dat we gewoon degradatievoetbal aan het spelen zijn. Nou ja, het lijkt helemaal nergens op. Nee, maar daarom moet er ook, als je kijkt naar de spelers die heeft. Ja, dan moet er toch wel een elftal zijn te formeren die uiteindelijk daar staat en dan eens een keer vastigheden zien te krijgen en patronen. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Vandaag dan Kleiber natuurlijk getekend, voor 3 jaar weer terug. En Maeda hebben we in ieder geval weer een buitenspeler. Nou, ik heb hem een oefenwedstrijd zien spelen met Jong, geloof ik. Tegen Excelsior. Zagen zijn voorzetter in ieder geval wel goed uit. En hij scoorde heel makkelijk zelf. Maar het betekent wel weer dat we in 1 week tijd weer 3 nieuwe spelers erbij hebben. Torenstra, Maeda en Kleiber. Ja.
Dus we kunnen weer opnieuw gaan beginnen met de voorbereiding. Als we nou maar niet weer gaan roepen van jongens, het heb allemaal tijd nodig, want die tijd hebben we niet meer. Die tijd is... Nee, ik zou je nog wat anders zeggen. De tijd wordt juist steeds korter. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, het zijn nog 30 wedstrijden, maar dat, zo kijken supporters er niet naar. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Kijk, heel schrikscherend, zei iemand verleden week, wat hebben die twee nou zelf gevoetbald over ons? Ja, ik nou ja, ik kan ze wel vertellen dat ik een redelijk balletje heb kunnen trappen. En dat is helemaal niet om je eigen op je borst te slaan. Nee. Maar je hoeft toch geen geleerde te zijn om te zien dat hier totaal geen voetbal in zit. En als mensen nieuwsgierig zijn wat ik met een bal kom, het was inderdaad altijd, ik zeg het zo vaak, alleen oppompen en leeg laten. Ja, maar, jij was leider van, van een elftal en dat was jouw capaciteit weer. Vaak met een lange ei, hè? Ja, maar oké, vaak met een lange ei. Maar uiteindelijk ben je wel een team. Ja. En als je dat ook bij Utrecht ziet, hè, dan zitten natuurlijk daar 5 man op een rijtje. Ja. Dan zitten er daarnaast nog eens een keertje 10 spelers. Ja, dan moet toch wel wat van te breien zijn. Nou ja, goed, wat ik al zei, hè, we moeten het met elkaar doen. Hè. We moeten het met bestuur doen, met de spelers doen, met de trainers en met de supporters. En als we alles goed bij elkaar krijgen, dan kunnen we een heel mooi seizoen krijgen. Maar we moeten niet tegenover elkaar gaan staan. Nee, maar ik denk ook dat het de hoogste tijd is om eens een keer de koppen goed bij elkaar te steken. En weer een eenheid te gaan vormen. En dat de Galgenwaard weer een onneembare vesting wordt voor andere ploegen. Stop. Als ze hier de snelweg af komen rijden. Godverdorie, hé, moet dat tegen Utrecht vandaag zo weinig te halen zijn. En dat moet het eigenlijk weer worden. Ja, vind ik ook. Nou, laten we dan maar op het laatste punt gekomen natuurlijk. Vrijdagavond 8:00. Fortuna zet dat een wereldreis moeten ze maken, die spelers en supporters. En ze gaan weer allemaal. Hè. Het is geloof ik alweer uitverkocht voor de uitsporters. En ook een club die in vuur staat. Hè. Turkse club geworden. Ja. Een spits die een soort trainer is geworden. Die heeft mede aandelen heeft die gekocht. Hij heeft gelijk al Ulté en natuurlijk van alles ontslagen. En Wouters was al weg, hè? Wouters die was al in een eerder stadium weg. Die kon daar zijn ei niet kwijt, dus die was al eerder zelf vertrokken. Ja, ja. Maar dat die Ulté en Alphen wegdeed, dat vond ik toch wel heel gauw. Heel gauw. Maar Fortuna in hetzelfde straatje als wij op dit moment zitten. Ik vind dat hun toch wel redelijk goed voetbal erin hebben. Met die Zeuntjes zeer zeker. Yilmaz die heel makkelijk scoort. Ja. Die linksback, die Cox, die veel opkomt en die zijn voorzetten wel los gaat laten. Ja. Dus het wordt een wedstrijd waar alle hands aan dek. Maar we mogen daar niet verliezen. Nee, ik ga het ook niet doen. Oké. Nou, zeg jij als eerste dan. Ik ben ervan overtuigd dat ook onze supporters zodanig achter die club altijd staan. En zeker vrijdag. En die schreeuwen ons aan de overwinning. Wij gaan daar schrik niet met 3-0 winnen. Nou, Ab, dan ga ik een rondje rondom de tafel thuis maken. Ja. Als dat inderdaad zo wordt. Ik ben wat minder optimistisch. Want ik denk dat we toch weer vanuit die verdediging gaan voetballen. Ik hoop en ik denk dat het 1-2 wordt. Oké. Nou jongens, dat was het hè. Jongens, we gaan geen oerwoudgeluiden meer doen hè. Dat hebben we niet nodig. En Thijs, ga nou een keer met die jongens zitten. Dan komt het allemaal echt wel in orde. Luister nou naar die twee debielen, dan komt het in orde. Iedereen achter de club weer. Vol vers Utrecht. En we gaan er nog een mooi seizoen maken.